authenticiteit is een paradoxaal begrip. We zoeken naar authenticiteit, maar wat we vinden zijn discutabele claims en persoonlijke voorkeuren. Authenticiteit is heel erg paradoxaal, maar het is springlevend. En het is springlevend omdat het veel waard is en eigenlijk meer dan je in geld kunt uitdrukken. Zoals ik het in mijn lezing heb geformuleerd, authenticiteit is handel. Wat is authenticiteit? Hier zie je een restaurant, hotel, café en bar op het Griekse eilandje Anafi. Een aanrader, heel klein eilandje, heel mooi. En het ziet er 100% authentiek uit. Maar als je daar naar binnen gaat, is de kans groot, weet ik uit ervaring, dat ze er alleen sandwiches en patat serveren. Dus helemaal geen authentiek Grieks eten. Dat krijg je wel in dit restaurant, dat zich in een grote Amerikaanse stad bevindt. Als je daar naar binnen gaat, dan krijg je ongetwijfeld Grieks eten zoals je dat verwacht. Van Griek in Griekenland. Maar je kunt je afvragen, is dit restaurantje authentieker? Nou, een man die ik graag lees en die veel over authenticiteit heeft nagedacht en geschreven, dat is filosoof Maarten Doorman. En die is wat sceptisch over het begrip authenticiteit. In zijn boekje Rousseau en ik over de erfzonde van de authenticiteit. Dat is een aanrader. En hij ziet authenticiteit als het hunkeren, als rainbow chasing. Dus het verlangen om de regenboog aan te raken. Zoals je ziet, deze persoon die staat in een park in Alaska. En daar is een heel bijzonder fenomeen te zien, namelijk de volledige regenboog. Dus dit is niet geonsceneerd, dit filmpje. Dit is echt zo, was echt zo te zien. En het voorbeeld van de hang naar authenticiteit dat we in het volgende filmpje gaan zien, noemt Maarten Doorman in zijn boek Absurd en Surrealistisch. Verscholen tussen de bossen van Ooghalen bij Westerbork staat een bijzonder huis. Maar de meeste bezoekers, op weg naar het kampterrein, lopen er achterloos aan voorbij. Toch heeft deze vervallen woning een uniek verhaal. Want het was het huis van de commandant van Judendurchgangslager Westerbork. Ja, een jaar of 10 geleden werd een glazen expositiestolp om het huis van de kampcommandant het voormalige kamp Westerbork, dat nu een museum is, om dat huis werd een expositiestolp gebouwd van glas. Want het doel was om alles in authentieke staat te bewaren. De verf moest authentiek zijn, het hout en alle andere bouwmaterialen moesten geconserveerd worden. En er is veel geld uitgegeven aan dat woonhuis. Meer waarschijnlijk dan het gekost zou hebben om het een nieuw verfje te geven. En je kunt het absurd noemen of surrealistisch, maar je kunt ook concluderen, authenticiteit is handel. In de boeken die ik gelezen heb over authenticiteit mis ik één belangrijk element. En dat is dat authenticiteit volgens mij alleen belangrijk is als mensen in vrijheid leven. Als de wereld helemaal instort, zoals tijdens een pestepidemie in de 16e eeuw, die je hier ziet op dit schilderij van Pieter Breugel de Oude, dan heeft niemand het over authenticiteit. Zoals ik dat dan graag noem, als je echt honger hebt, dan maakt het niet uit of het brood authentiek is. En dat wordt dus vaak over het hoofd gezien, vind ik, in de discussie over authenticiteit. En daarom kom ik tot de volgende definitie van authenticiteit. Authenticiteit is een horizon in de zee van informatie in een vrije samenleving. Een horizon die bepaalt het panorama, maar het is een optische illusie. Je kunt hem wel zien, maar je kunt hem niet aanraken. En wat je ziet is iedere dag weer anders. En Bruno van de Elshout, die deze foto's heeft gemaakt op het strand bij Den Haag, die laat mooi zien dat de horizon er iedere dag anders uitziet. Maar dat heeft natuurlijk niks te maken met de horizon, maar met de atmosfeer, waardoor je naar die horizon kijkt.
Denk ook bijvoorbeeld aan de hooibergen van Monet, die we in een eerdere lezing zijn tegengekomen. En het is dus een fenomeen dat moeilijk grijpbaar is, maar soms krijgt de authenticiteit een vaste vorm. En dat gebeurt in de kunst, maar ook in de religie, zoals we zien in dit filmpje. Now we prepare to hear some words from the Archbishop. He's going to give a homily. In the first part of our prayer in front of the shroud, we meditated on the Calvary of the Lord, grasping the depth of the human and spiritual meaning that the shroud gives us through the concrete signs of the passion and death of Jesus. The shroud is the gospel communicated not only through writing or words, but through what the cloth shows us concretely, for which Pope John Paul II had rightly defined it, the mirror of the gospel. We zagen de aartsbisschop van Turijn en de beroemde lijkwade in Turijn. En de aartsbisschop noemt deze lijkwade, die dus om het dode lichaam van Christus gezeten zou hebben, segni concreti della morte del Gesù. Dus concrete tekenen van de dood van Jezus. Dus voor de aartsbisschop lijkt het geen twijfel dat de lijkwade authentiek is. Hij gelooft dat. En dat klinkt als een uitzondering, maar dat vind je in allerlei steden, allerlei gebieden, bijvoorbeeld ook in Venetië. En in Venetië worden de relieken van de evangelist Marcus vereerd. En je vindt ook overal in Venetië, zoals hier op deze zuil, op Piazza San Marco, vind je de gevleugelde leeuw, het symbool van Marcus. In de San Marco, de basiliek op Piazza San Marco, vind je de relieken van de evangelist in het hoofdaltaar. En dat is sinds 1835. Daarvoor lagen ze in de crypte. En op de sarcofaag, als je door het raster kijkt, dan zie je de welkomstboodschap voor de gelovigen die de evangelist, de relieken, komen bezoeken. Salutat vos Marcus filius meus. Marcus, mijn zoon, groet u, u pelgrim die naar mij staat te kijken. Je kunt in feite de basiliek van de San Marco zien als één grote schrijn voor de relieken van de evangelist Marcus. En deze relieken zijn al heel lang in Venetië, althans volgens de overlevering. Ze zijn in het jaar 828, dus bijna 800 jaar na de dood van Marcus, die dus in de eerste eeuw stierf. En in 828 zijn ze naar Venetië gekomen. En dat hebben Venetiaanse handelaren gedaan. Die zijn in de stad Alexandrië, die in het gebied lag waar tegenwoordig Egypte ligt. Daar hadden ze de relieken geroofd uit een kerk. En Marcus was al na zijn dood een bijzondere man en zijn relieken werden dus in een sarcofaag in die kerk bewaard. En in drie lunetten boven de, ik pak even mijn pointer erbij weer, deze drie lunetten die ik hier wit gemarkeerd heb, daar wordt het verhaal van de roof van de relieken uitgebeeld. En het feit dat ze dat in de voorgevel van de kathedraal doen, daaruit mag je concluderen dat het doel daarvan was om die relieken authenticiteit te geven. Interessant is ook dat niet deze, dit is een middeleeuwse, zullen we zo straks zien, maar deze twee die zijn ontworpen door een Venetiaanse kunstenaar, Pietro della Vecchia, uit de 17e eeuw. En die is eigenlijk op de kaart gezet door een van de oprichters van de poorters, kunsthistoricus professor Bernard Eikema. Die heeft veel onderzoek gedaan in de archieven en die heeft bijna alles wat we weten over Pietro della Vecchia heeft hij aan het licht gebracht. En dit linkermozaïek komt dus uit de 13e eeuw.
gaan we ook zo zien. Nou, in Alexandrië was het stoffelijk overschot van Marcus lag in een sarcofaag in een kerk. En die kooplieden die wisten het te bemachtigen en mee te nemen naar Venetië. Maar ze moesten wel even langs de douane. En ze waren bang dat die douanebeambten zouden zien dat ze wat meenamen wat helemaal niet mocht. En daarom deden ze het in een mand. Het stoffelijk overschot van Marcus, na 800 jaar, dus wat er van over was, dat was eigenlijk al een wonder. Dat deden ze in deze mand. En daarboven legden ze varkensvlees. En de douanebeambten, die je hier ziet met die witte tulbanden, dat waren moslims. En die aten geen varkensvlees. En je ziet dat ze gruwen van alleen al van de geur. Deze man die knijpt zijn neus dicht. Van het varkensvlees. En ze controleren dus de mand ook verder niet. Dus die handelaren die brachten de relieken naar Venetië. En dan moet je je voorstellen dat op dat moment Marcus niet de patroonheilige van de stad was. Dat was een andere heilige, de heilige Theodorus. Hier zie je hoe Pietro della Vecchia in de 17e eeuw meehielp om dit mozaïek te maken. Dit zijn twee schilderijen die bewaard worden in de Sant'Alvise in Venetië. Wat Pietro della Vecchia deed was een schilderij maken en mozaïekmakers die voerden dat uit. En je ziet hier de moslimbeambten die de gruwen van de geur en het aangezicht van dat varkensvlees. En hier zie je deze man in het midden staan en deze man die zijn handen uitstrekt, zie je hier staan. En hier zie je een aantal mannen die met het overschot in een doek zeulen. En die zie je hier op de zijkant afgebeeld. Dus dit is bijzonder dat die oorspronkelijke ontwerpen hier in de vorm van schilderijen nog bewaard zijn. Dit is het mozaïek ook van Pietro della Vecchia, waarin je ziet hoe de relieken aankomen in Venetië. En het is uitzonderlijk dat hier zie je hoe de relieken in een kist worden gedragen vanuit het schip naar de basiliek. Hier zie je het schip aangemeerd, maar eigenlijk de belangrijkste plek in het midden wordt volledig ingenomen door de geestelijken van de stad Venetië. En ja, die betaalden voor de mozaïeken, dus ze lieten zichzelf graag afbeelden. Dit is het mozaïek in het linker lunet. Dat is gemaakt in de 13e eeuw. We weten niet door wie, maar het zijn ongetwijfeld mozaïekmakers geweest die getraind waren in de stijl van de Byzantijnse mozaïekmakers. En dat is eigenlijk de meest verfijnde vorm van mozaïekmaken uit de geschiedenis. Dus sommige dingen worden steeds beter, maar er zijn ook dingen die steeds minder worden. En een van de dingen die steeds minder worden, dat zijn ongetwijfeld, is ongetwijfeld de kunst van het mozaïek maken. Dat was in Byzantium en in Venetië in de 13e eeuw, stond dat op een veel hoger niveau dan het daarna ooit gedaan heeft. Dus hier zie je twee bisschoppen met een bisschopstaf die op hun schouders de kist dragen met Marcus erin. En die wordt hier de basiliek van San Marco in gedragen. Je herkent de basiliek omdat je hier ook weer die lunetten hebt. Waar ook het mozaïek in is gemaakt. Maar hier zie je nog geen voorstellingen. Dus hier zaten die twee van Pietro della Vecchia. Je herkent hier bijvoorbeeld ook die vier beroemde bronzen paarden. Die in de façade stonden in het verleden. En tegenwoordig in het museum van de San Marco. En die de Venetianen hebben geroofd, ook weer uit Constantinopel in de 13e eeuw. Interessant is om hier ook helemaal uiterst links deze keizer te zien. Dus dat moet ongetwijfeld de enige keizer uit die tijd zijn geweest. Keizer Lodewijk de Vrome, de zoon en de opvolger van Karel de Grote. En die had het grootste deel van Europa onder de duim. Venetië niet, overigens, op dit moment. Ze hadden het wel geprobeerd, ze hadden de stad belegerd, maar vanwege de gunstige ligging in de lagune is het niet gelukt om hem in te nemen. Dit is alweer een flink aantal jaar later.
Het feit dat hier dus de keizer wordt afgebeeld, dat verleent ook weer extra authenticiteit aan de relieken. Maar het verhaal gaat nog verder. Dus een paar eeuwen na de gebeurtenissen die ik zojuist vertelde, werd de eerste basiliek van San Marco werd vernietigd door een interne machtsstrijd in Venetië en een oorlog die daaruit voortvloeide. En de relieken raakten zoek. En toen eind 10e eeuw, dus zo'n 200 jaar later, er weer een nieuwe kerk gebouwd werd, waren de relieken zoek. En men vond de relieken op wonderbaarlijke wijze in 1094 terug. Dus dat was weer 250 jaar na de roof van de relieken uit Alexandrië. En nog steeds waren ze dus kennelijk helemaal intact. Want hier zie je het schilderij van Tintoretto. En hier zie je de mensen die zoeken in deze sarcofagen naar lichamen. En in die sarcofagen zoeken ze dus vooral het stoffelijk overschot van Marcus. En als door een wonder verschijnt de heilige zelf, dit is Marcus. En hij steekt zijn hand op en hij zegt, stop, dat is het reliek dat je zoekt. Dat is mijn lichaam. En pas nadat de relieken zijn teruggevonden in 1094, is de San Marco geconsacreerd. Dus dat wordt gezien als het begin van de huidige basiliek. En het volgende filmpje laat zien dat dat niet alleen lang geleden gebeurde, maar ook, en niet alleen in Italië, maar ook in Nederland. Ik besef me heel goed dat ik het gebeente draag van een heilige. De tocht door de stad, eigenlijk denk ik aan waar zij voor stond en dat wij dat eren. Lijden is natuurlijk een mysterie en lijden is iets wat we allemaal meemaken in ons leven. En het is altijd een worsteling om daarmee om te gaan. En zij is ons voorgegaan en heeft ons laten zien dat je kan lijden zonder daarin te verdrinken. Dat ging over een heilige uit Schiedam, Lidina van Schiedam. Die leefde van 1380 tot 1433. Ze viel als kind op het ijs, brak een rib en haar hele leven lang bleef ze bedlegerig en ziek. Maar ze verdroeg al die ellende moedig en vroom. En ze kreeg veel bezoek van mensen en die waren allemaal erg onder de indruk van haar vroomheid. En na haar dood werd ze als een heilige vereerd. Maar pas in 1890, in het jaar dat dit schilderij gemaakt werd door Jan Dunselman, een goede schilder die ook nog de Prix de Rome heeft gekregen. In 1890 heeft hij dit schilderij gemaakt bij gelegenheid van de erkenning van het Vaticaan van haar heiligheid. En de relieken die tijdens de processie worden meegedragen, dat zijn botresten, die zitten dus in deze schrijn. En die zijn direct na de dood van Litwina weggehaald uit Schiedam door de aartshertog die in Brussel woonde. En die heeft ze meegenomen. En pas in 1871 zijn deze botresten weer terug naar Schiedam gekomen. Maar je kunt je afvragen of het wel het stoffelijk overschot van Litwina betrof. Want in 1947 werd in Schiedam een bijna volledig skelet van een vrouw gevonden op de plek waar ooit het graf van Litwina was. En ze hebben pathologisch onderzoek gedaan aan het skelet en daaruit bleek dat deze vrouw de ziekteverschijnselen van Litwina moet hebben gehad. Maar deze beenderen worden niet meegevoerd in de processie omdat ze door het Vaticaan nog niet zijn erkend. Dus het Vaticaan erkent wel de historische botresten, maar niet het nieuw ontdekte skelet. En daaruit blijkt maar weer dat het Vaticaan ook een handelaar in authenticiteit is. Dan gaan we nog even naar een andere reliek kijken, de laatste in deze serie.
En dat is een reliek die van de heilige Maria Magdalena, die bewaard wordt in een kerk in de Provence in Frankrijk, de Saint-Maximin de la Sainte-Baume. Boom is een Provençaals woord voor God. En Maria Magdalena zou in deze buurt in een grot hebben gewoond en daar ook zijn overleden. En de bouw van deze basiliek is begonnen rond 1300. Hier zie je de reliek. En het gaat om de schedel van Maria Magdalena. Die is hier dus gevat in een bijzondere schijn. Van verguld koper, denk ik. En zoals die wordt gepresenteerd in de kerk, lijkt het alsof ze je aankijkt als je er langs loopt. Zoals die schedel daar achter het glas zit. Ik zal even wat van dichtbij laten zien. En eigenlijk zou dit zomaar een kunstwerk kunnen zijn. Hè? Denk aan het kunstwerk van Damien Hirst, wat geëxposeerd is in het Rijksmuseum in een speciaal kamertje met speciaal licht. Hier zie je dat, de For the Love of God, noemde Damien Hirst het uit 2007. En nou, dat kun je dus echt een profane reliek noemen. Maar deze schedel van Maria Magdalena biedt mogelijkheden voor authenticatie van de schedel die de botresten van Lidina niet hebben. Zo kun je bijvoorbeeld denken aan het reconstrueren van haar gezicht. Hoe zag ze eruit, Maria Magdalena? We weten dus nu hoe Maria Magdalena eruit heeft gezien. Deze Florentijnse kunstenaar, Felice Ficcarelli, bijgenaamd Il Riposo, dat je vrij kunt vertalen als het middagdutje. Hij hield van zijn rust. Deze Felice Ficcarelli die wist nog niet hoe Maria Magdalena er echt uit heeft gezien. En die heeft dus in een schilderij zijn fantasie gebruikt om haar te verbeelden. En ze kunnen niet allebei kloppen. Dus ofwel de reconstructie van National Geographic klopt, ofwel dit beeld van Ficcarelli. En ik denk toch dat ik een voorkeur heb voor Ficcarelli. Ficcarelli is vooral bekend om dit werk. En dat is een schilderij van de heilige Praxedes. Praxedes is een niet zo heel erg bekende heilige, die heilig is verklaard omdat ze in de tweede eeuw het stoffelijk overschot van martelaar, die door de repressie van de Romeinen om het leven waren gebracht, verzorgde en in urnen verzamelde. Hier zie je dus restanten, een straaltje bloed dat in deze vaas wordt gedaan door de heilige. En hier op de achtergrond zie je een martelaar liggen, een christelijke martelaar die onthoofd is. Je ziet duidelijk dat het hoofd is gescheiden van het lichaam. Hier op de achtergrond het Pantheon, want het speelt zich allemaal af in Rome. Praxedes is ook echt een Romeinse heilige. Ze is eigenlijk vooral bekend van de basiliek van de heilige Praxedes. Een van de oudste kerken van Rome. En daar wordt ze op de triomfboog, dus op de belangrijkste plek van de kerk, afgebeeld. Waarom is dit schilderij zo bekend? Om deze reden. Het schilderij van Ficcarelli is toevallig in Nederland terechtgekomen in de 17e eeuw. Het is ook in de 17e eeuw gemaakt. En het kwam in handen van een kunsthandelaar in Delft. En die kunsthandelaar die heette Johannes Vermeer. En die maakte er een kopie van. En die zie je hier.
En waarschijnlijk is dit een van zijn eerste pogingen om het schilderen te leren, want hij is op latere leeftijd begonnen. En we weten dat hij in die tijd dus met de kunsthandel in zijn onderhoud voorzag. En voor Vermeer is het belangrijk dat hij in 1653, dus niet heel kort voor de datering die we hier geven aan dit schilderij, is hij getrouwd met een katholieke vrouw. En bij die gelegenheid werd hij zelf ook katholiek. En in dit schilderij lijkt hij dat een beetje te bevestigen. En het is heel opmerkelijk dat Vermeer de Ficarelli zeer nauwgezet volgt. Er zijn wat details hierachter die verschillen in het Pantheon. Maar het belangrijkste verschil is dit kruis wat de heilige Praxedes vast heeft bij Vermeer. En dat bij Ficarelli niet voorkomt. Dus het lijkt of Praxedes hier naar het kruis kijkt. Terwijl het duidelijk is dat bij Ficarelli Praxedes naar het werk van de handen kijkt. Deze toeschrijving aan Vermeer heeft ook te maken met een handtekening die hier gevonden is. Ongeveer op deze plek, die is op de foto lastig te zien en ook op het schilderij zelf overigens. Het is, door speciale foto's is het vooral aan het licht gebracht. En dus de toeschrijving aan Vermeer wordt over het algemeen wel door de kunsthistorici aangenomen. Maar het is eigenlijk pas sinds heel kort dat bekend is. Dus het schilderij van de Praxedes door Vermeer is voor het eerst getoond in een grote Vermeer tentoonstelling in 1996 in het Mauritshuis. Waar ik het ook gezien heb. En dat is vooral een bijdrage geweest van de Amerikaanse conservator Arthur Wheelock, die de National Gallery in Washington werkte samen met het Mauritshuis. En ik zag het toen vooral als een soort concessie aan Arthur Wheelock van het Mauritshuis. Maar eigenlijk is na die eerste presentatie voor het publiek is steeds meer consensus gekomen over de Praxedes. Dus dat hij inderdaad van Vermeer is. Overigens is de hele figuur van Vermeer, de kunsthistorische figuur, is ook pas in de 20e eeuw, begin 20e, misschien eind 19e eeuw gemaakt. En een van de centrale figuren bij, bij het onderzoek naar Vermeer, naar het ontdekken van nieuwe schilderijen en het dus op de kaart zetten van de kunstenaarsfiguur van Johannes Vermeer, dat is deze figuur, dokter Abraham Bredius. En Bredius had een zijn ouders waren rijk vanwege een handel in springstoffen. En hij hoefde niet te werken en heeft zijn hele leven heeft hij onderzoek gedaan als kunsthistoricus. En hij is directeur geweest van het Mauritshuis. En een nieuw element dat hij introduceerde was het onderzoek in de archieven. Daar bracht hij veel tijd door, zoals je hier ziet uit 1915. Leuk is dat hij hier heeft een paar potjes inkt staan en hij bekijkt die oude boeken en maakt dan notities in inkt. Dat is nu tegenwoordig natuurlijk ondenkbaar, want stel je voor dat er een inktvlek op het document valt. En hij maakt dus notities, hier bijvoorbeeld van een kunstenaar uit Dordrecht, Matthijs Paaien. En op die manier probeert hij nu dus de soms vergeten kunstenaars een gezicht te geven en schilderijen aan een kunstenaar toe te schrijven. En hij was dus echt ook een handelaar in authenticiteit. Want, wat was er aan de hand? De hele Vermeer was eigenlijk in de loop der eeuwen, de kennis van zijn persoonlijkheid was min of meer verloren gegaan. Eigenlijk was alleen dit schilderij bekend en dat bevond zich in de collectie van de koning in het begin van de 19e eeuw. En later is het naar het Mauritshuis gegaan, dat al vroeg in de 19e eeuw werd opgericht.
En daar kon je het zien. Dus dit schilderij was zo indrukwekkend dat, dat er steeds meer behoefte werd gevoeld om het, er een oeuvre bij te zoeken en om meer details te weten over het leven van de man die het gemaakt heeft. En dus nog voordat duidelijk was wie Vermeer was en hoe zijn leven gelopen is, was het al een heel populair schilderij. Bijvoorbeeld gezien door Marcel Proust. Die zag het schilderij in 1902 in het Mauritshuis en hij was zo onder de indruk dat hij een personage voor het schilderij laat sterven. En de laatste woorden van dat personage waren: zo zou ik hebben moeten schrijven. Maar Bredis was dus de man die ervoor zorgde dat er meer bekend werd over Vermeer. Eén van de personen die dat deed overigens. En twee van zijn belangrijke prestaties, dat was de herontdekking van deze twee schilderijen. Christus in het huis van Martha en Maria en de allegorie op het geloof. En dat was voor Bredis heel belangrijk, want Bredis ontdekte in de archieven dat Vermeer met een katholieke vrouw was getrouwd. En dat zijn schoonmoeder katholiek was en een hele belangrijke figuur. En hij ging dus gericht zoeken naar katholieke schilderijen. En die vond hij ook. Dit is een bij uitzicht katholiek schilderij en dit niet veel minder. Deze heeft Bredius ontdekt en die bevindt zich nu in Glasgow. Maar deze heeft Bredius zelfs gekocht op een markt in Berlijn voor 700 mark. De allegorie van het geloof. Dus het is een personificatie. En om precies te zijn eigenlijk van het Nieuwe Testament. En Bredis heeft het zelf gekocht en hij heeft het dus ook aangeboden aan Museum Boijmans in Rotterdam, waar ze al heel lang op zoek waren naar een Vermeer. En daar heeft het ook even gehangen als een bruikleen, maar eigenlijk waren ze er niet zo, hadden ze niet zoveel belangstelling voor. Dus ze vonden het een beetje te koud en het publiek reageerde er niet op. En de directeur van Boijmans, Hannema, die heeft het uiteindelijk geweigerd. Hij wilde het niet hebben, want wat belangrijk was dat het onderwerp was niet goed. En uiteindelijk in 1928 heeft Bredis zijn eigen schilderij, dus het was in zijn eigendom, verkocht naar de Verenigde Staten en bevindt zich nu in New York. Bredis die had dus succes. Twee schilderijen had hij gevonden waarin je de katholieke Vermeer zag. En in 1937 deed hij de vondst van zijn leven. In 1937 vond hij de ultieme religieuze Vermeer. En dat bood hij ook aan Hannema, die hier rechts ziet zitten, samen met Luikmeijer, de restaurator van Boijmans. En dit is Hannema. En hier zitten ze voor de grote vondst van Bredius, de Emmausgangers. En voor Hannema was het de ontdekking van zijn leven. Hè? Deze lijst die om het schilderij zit, nog steeds, het hangt nog steeds op zaal in Boijmans. Die heeft Hannema persoonlijk in Parijs gekocht voor dit schilderij. Dus hij is helemaal naar Parijs gegaan om een Lodewijk XIII lijst te kopen. Dus uit de 17e eeuw. Iets voor de tijd van Vermeer. Het schilderij werd geëxposeerd in Boijmans en het kreeg enorm veel publiciteit. En over het algemeen werd in de kranten en ook door veel gezaghebbende kunsthistorici gesproken van de nachtwacht van Boijmans. Eindelijk kon Boijmans concurreren met het Rijksmuseum in Amsterdam, want ze hadden hun eigen nachtwacht. Dit was die nachtwacht en let even op dit witte kannetje, want dat komt terug in het volgende filmpje. Op de eerste dag van het proces arriveert de officier van justitie, Mr. Wassenberg, die onder meer als bewijsstukken ter tafel zal brengen glazen en kannetjes uit Van Meegerens bezit die terug te vinden zijn op enkele schilderijen. Het laatste avondmaal, een van de schilderijen met de signatuur Vermeer. Interieur naar Pieter de Hoog.
Isaac zegent Jacob weer naar Vermeer. Evenals de Emmausgangers dat voor 1,25 miljoen gulden aan het museum Boijmans verkocht werd. Christus en de schriftgeleerden. Dit laatste schilderde Van Meegeren, die we hier op weg naar de rechtbank zien, zoals bekend in opdracht van justitie, om hiermee te bewijzen dat zijn zelfbeschuldiging juist was. De zittingzaal, die veel lijkt op een museum, is stampvol als Van Meegeren in de beklaagdenbank plaatsneemt. Het hangt nog steeds in Boijmans, maar het wordt niet meer gezien als de concurrentie voor de Nachtwacht. Tegenwoordig is Vermeer eigenlijk minder bekend om die religieuze schilderijen, maar om zijn uitzonderlijk goed geobserveerde alledaagse voorstelling, zoals dit schilderij, Het Straatje. En daar zitten hele scherpe observaties in. Kijk bijvoorbeeld eens naar het water hier. Deze vrouw is hier bezig met in een tobbe, wastobbe, en het water stroomt eruit en komt zo door deze goot. Je ziet het een beetje schitteren in het zonlicht en loopt het naar de straat. Of hier is een bankje voor het huis en daar zitten mensen op. En daardoor is dit een stukje een beetje vergeeld. En dat zijn maar een paar van de details, maar er zitten heel erg veel heel scherp geobserveerde details in dit werk, Het Straatje, maar in eigenlijk alle werken van Vermeer. En hoe krijg je dat nou voor elkaar? Hoe kreeg je dat voor elkaar? En dat laten we uitleggen door acteur Colin Firth en Scarlett Johansson in de film The Girl with the Pearl Earring. Do you know what it is? A camera obscura. Look into the glass. Dit is een schilderij waar Vermeer, Colin Firth, in de film mee bezig was. En de vrouw met de waterkan. Ik heb hier rechts een detail uit het schilderij. De waterkan heb ik uitvergroot. En let ook bijvoorbeeld op deze leeuwenkop. Die wordt ook in dit verband vaak genoemd. Maar als je al die details ziet, die schittering en die enorme precisie van de kleurvlekken, dat ziet er inderdaad uit alsof het door een lens wordt gezien. Het zit allemaal precies op de goede plek en alles is uitzonderlijk goed geobserveerd. En het hele lichteffect doet ook denken aan een camera obscura. En voor wie nog nooit dat gezien heeft met eigen ogen, die gaan het straks eventjes zien. Maar kun je denken aan een glas witte wijn in de zon. Dat lichteffect. Maar ik denk overigens niet dat Vermeer met zijn hoofd onder een doek op zo'n camera obscura, als je in de film zag, dat hij dat gebruikt heeft. Het is bijna onmogelijk om op die manier dat beeld goed op je doek te krijgen. Ik denk dat hij een veel eenvoudiger methode had. En dat hij gewoon met een lens werkte, waarmee hij direct op zijn doek kon projecteren. En dit schilderij hier links, de muziekles,
is geschikt om dat een beetje te laten zien. Hier zie je extreme perspectivische effecten. Deze tafel is heel erg groot. Let ook even op hier dat kannetje. De vervalser Han van Meegeren heeft het kannetje op dit schilderij gezien. En dat heeft hij toevallig ergens kunnen kopen. En hij heeft dat gebruikt op de Emmausgangers om authenticiteit te verlenen. Hier bij de Vermeer, bij deze Vermeer, echte Vermeer, zie je dus dat deze tafel extreem groot is. De figuren zijn vrij klein. En ook deze, dit muziekinstrument en de stoel dienen om die diepte uit te beelden. En dat, je kunt ongeveer reconstrueren hoe dat eruit moet hebben gezien. Hier zie je deze figuren staan. Je ziet ze nog op het schilderij. Hier deze man die staat naast het spinet, het muziekinstrument, dat je hier ziet. De vrouw staat ervoor. En dan zie je de stoel ervoor staan. En hier zie je nog een deel van het muziekinstrument. En hier is de tafel, die dus in werkelijkheid veel kleiner is dan die hier is afgebeeld. En dat komt omdat hier zit Vermeer, die zit te schilderen. En die tafel staat veel dichterbij en daar wordt hij zo groot. Dit is een veel eenvoudiger manier om het te doen dan dat kastje wat je zag in de film van je zojuist. Dus Vermeer zit in een afgesloten, halfdonkere ruimte. Hier is een doek. Hij heeft hier een penseel in zijn hand. En in die ruimte zit een klein gaatje en in dat gaatje zit een lens. Nou, en om die lens gaat het. Dus als je een goede lens hebt, dan kun je een projectie maken. En dat kan op allerlei manieren. Daar heb je helemaal niet zo'n doosje van een camera obscura voor nodig. En daar zal ik zo meteen een voorbeeld van laten zien. Maar die lens is dus essentieel. En hoe kwam Vermeer aan die lenzen? Nou, we weten dat Vermeer Antoni van Leeuwenhoek, de uitvinder van de microscoop, goed kende. Want Antoni van Leeuwenhoek was de executeur testamentair van Vermeer. Dus na zijn dood zijn zijn bezittingen beschreven door Van Leeuwenhoek. En dat, over het algemeen zijn dat mensen die jou goed kennen. Want die weten dus wat van waarde is en wat niet. En die worden vertrouwd door de familie. Ik denk dat het een zeer sterke aanwijzing is dat ze elkaar goed hebben gekend. Van Leeuwenhoek is beroemd geworden als de uitvinder van de microscoop. Maar een aspect wat eigenlijk zijn carrière gemaakt heeft, is dat hij... hier zie je dat dus. Dit is een replica van de microscoop die hij gebruikte. Hier op een schilderij uit 1912 zie je hoe hij ermee werkt. Dus hij kijkt door dit kleine gaatje hier. En op dit puntje kun je bijvoorbeeld een spermacel, een van de beroemdste dingen die hij heeft onderzocht en die hij heeft beschreven, kun je op dat puntje leggen. En dan kun je door het glaasje kun je die bestuderen. Dus dat is de eerste microscoop. Dit is een replica daarvan. En je ziet dat hier, dat hele ding is eigenlijk alleen maar een vehikel, een onbelangrijk instrument met een schroefdraad om het er precies voor te krijgen en zo. Maar het gaat allemaal om dat kleine lensje dat erin zit. Dat maakt het mogelijk om dingen te zien die nog nooit iemand eerder heeft gezien. En Van Leeuwenhoek was dan ook een vakman die zichzelf glas leerde blazen, slijpen en polijsten. En dat is eigenlijk, als je het vanuit Van Leeuwenhoek probeert te kijken, zijn grootste bijdrage geweest. Dus door die vaardigheden wist hij allerlei bijzondere resultaten te bereiken. En Vermeer moet dus een goede lens hebben gehad. Dat is mijn theorie. En toevallig ben ik laatst op een simpel instrumentje gestuurd, een zogenaamde dradenteller. En in dit filmpje laat ik zien wat je met die dradenteller kunt doen. Dit is de dradenteller in de verpakking. Pak die dradenteller, er zit een lens in van zo'n 10 centimeter doorsnee. Ik loop de garage in. Dat is dus een halfdonkere kamer. Buiten is het extreem licht. En
Als je dan binnen in de garage die lens voor een wit oppervlak houdt, dan zie je dus een projectie. Dus je hebt helemaal geen kastje nodig. Je kunt gewoon de projectie laten zien zonder ingewikkelde dingen. Je hebt alleen maar die lens nodig. En dat zou bijvoorbeeld ook dit schilderij kunnen verklaren. De liefdesbrief uit Amsterdam. Hier zie je dat het is gezien vanuit een soort donkere kast. Hier zie je de wanden van die kast. Hier staat nog wat rommel en zo. Er is een gordijn hangt ervoor. En de kamer waarin de twee vrouwen staan, de ene vrouw zit en de andere staat, die zit in het licht. En als je dus in deze halfduistere ruimte bent en je hebt een lens, dan kun je deze projectie prima op een wit doek laten zien. Als je maar de goede lens hebt. En daar konden Van Leeuwenhoeken mee helpen om die goede lens te maken. Nou, zeer waarschijnlijk heeft Van Leeuwenhoek ook wel eens gezien hoe als hij die microscoop met dat lensje erin vlakbij een witte muur hield, hoe het, er een projectie ontstond op de witte muur. Het probleem voor Vermeer was dat hij een grote projectie moest hebben. De projectie moest ongeveer zo groot zijn als een doek dat hij wilde gaan schilderen. En het kan zijn dat hij daarvoor een lens heeft gebruikt die zo groot is geweest als bijvoorbeeld dit element, wat over het algemeen wordt beschreven als een spiegel, maar volgens mij heb je er weinig aan als spiegel. Dit kan heel goed een hele grote lens zijn geweest. Dus misschien heb je zo'n grote lens nodig om een projectie te maken die ongeveer zo groot is als een doek van Vermeer of in dit geval van Caravaggio. Dat is mijn theorie en ik hoop dat nog wat verder te kunnen uitwerken. Nou krijgen we een probleem, want hier zie je Rembrandt en een zelfportret van een nog levende kunstenaar. En dan kun je je afvragen, wat is de authenticiteit van deze kunstenaar, die overduidelijk met een foto heeft gewerkt, heeft zijn zelfportret, heeft een foto nageschilderd ten opzichte van Rembrandt, die dat zeer duidelijk niet heeft gedaan. Een schilder die dus niet met een camera werkt, of met een foto, of met een lens, maar alleen maar zijn eigen oog gebruikt, die laat zich kennen. Je ziet wat hij, het talent dat hij heeft en je ziet hoe hij heeft nagedacht over hoe hij het moet doen en hoe hij rimpels moet maken in een voorhoofd. Of hoe hij hier met die snelle toetsen, dat tulbandachtige hoofddeksel weer kon geven of deze grijze haren. Dus je ziet hoe Rembrandt op allerlei manieren een illusie weet te wekken met zijn talent en zijn kunde. Terwijl hier zijn al die dingen verborgen achter wat in feite een foto is die door de schilder is uitgewerkt. En hierna zullen wat details in zitten die een persoonlijke toets verraden. Maar vergeleken met Rembrandt is het toch veel minder persoonlijk. Veel minder authentiek, durf ik te zeggen. En ik denk echt dat Vermeer die lens heeft gebruikt voor zijn schilderijen. En hoe fraai ik ze ook vind, ik denk dat Rembrandt als kunstenaar toch, schat ik toch hoger in. Omdat hij zich laat kennen in zijn schilderijen. In zekere zin verbergt Vermeer zich achter zijn lens. Net zoals deze moderne kunstenaar Cor Groenenberg. Nou, je kunt je natuurlijk over het begrip authenticiteit kun je veel zeggen. En het is een heel complex begrip. Deze filosoof, Andrew Potter, die heeft een boekje geschreven, The Authenticity Hoax, waarin hij zegt dat we eigenlijk maar moeten ophouden met die zoektocht naar authenticiteit. Hij wil meer rationaliteit. En hij schrijft letterlijk in zijn boekje: de zoektocht naar authenticiteit heeft miljoenen mensen met de beste bedoelingen jarenlang een rad voor ogen gedraaid.
hij noemt authenticiteit een verraad aan de moderniteit en de liberale idealen die de menselijke vooruitgang, leven en hoop hebben gegeven. Dus dat liegt er niet om. Hij ziet het als een gevaarlijke vorm van gekte. Maar ik ben het niet met Potter eens. Een Potter die vergeet, naar mijn mening, dat authenticiteit zich alleen maar voordoet in een moderne maatschappij. In een vrije maatschappij. Hè, wat ik eerder gezegd heb, als er mensen honger hebben, dan maakt het niet uit of het brood authentiek is. Het hoort dus bij een vrije maatschappij. Het is een gevolg eigenlijk van die vrije maatschappij. Want daar word je bestookt met informatie en je probeert er wat van te maken en daardoor ga je op zoek naar authenticiteit. En in dat opzicht kun je het vergelijken met de obesitas. Dus in onze welvarende en vrije maatschappij is het veel makkelijker om aan eten te komen. En zoals je hier ziet, in de loop der tijd worden we steeds dikker. En uiteindelijk zie je deze man met zijn frisdrank en zijn boodschappenkarretje vol met etenswaar. En dat is de evolutie waar we allemaal mee te maken hebben. En dat zijn we geworden. En ik denk dat alleen deze man met de boodschap, met het boodschappenwagentje en met de obesitas, dat die zijn hoofd breekt over authenticiteit. In deze fase van de evolutie deden we dat helemaal niet. Dus, met andere woorden, authenticiteit is een gevolg van onze vrije maatschappij. En we kunnen het niet weghalen. De behoefte ontstaat juist door de complexiteit van onze maatschappij. Het is volslagen onzinnig om ervoor te pleiten om het net te doen alsof het niet bestaat. Of het, hoe Andrew Potter het voor zich ziet om het uit het denken te verwijderen, dat legt hij ook niet helemaal goed uit. Nou, en in onze volgende lezing over authenticiteit, handel in authenticiteit, gaan we ons focussen op de kunstenaar zelf, niet op de kunstwerken. Want ook voor wat betreft het leven van de kunstenaars zie je dat we veel behoefte hebben aan authenticiteit. We hebben een voorkeur voor kunstenaars die zich laten kennen. We hebben een voorkeur voor kenbare kunstenaars. Net zoals de man met de obese man met het boodschappenkaartje. En deze volgende lezing die gaat plaatsvinden volgende week 9 mei, wederom om 11 uur.